Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is momenteel bezig met de herinrichting van de Koesewijnenstraat. Dit moet uiteindelijk leiden tot een betere doorstroming en afwikkeling van het verkeer. Een deel van de herinrichting is reeds uitgevoerd. De werkzaamheden zijn echter nog niet afgerond, waardoor nog niet alle maatregelen ten behoeve van een goede doorstroming zijn doorgevoerd. Gezien de verkeersdrukte rond het einde van het jaar heeft het ministerie gemeend deze maatregelen ingaande vandaag deels door te voeren. Hierbij zal de middenberm ter hoogte van de Leo Eliezerstraat en de Quarantijnstraat worden doorgetrokken CQ afgesloten. Hierdoor is het voor het verkeer komende uit de Leo Eliezerstraat en de Quarantijnstraat niet mogelijk rechtsaf te slaan richting de Koesewijnenstraat. Vanuit de Duisburglaan is het eveneens niet mogelijk om rechtsaf te slaan richting de Koesewijnenbrug. Voor het verkeer op de Koesewijnenstraat zal het niet mogelijk zijn om rechtsaf de Leo Eliezerstraat of rechtsaf richting de Duisburglaan te gaan. Openbare Werken hoopt dat deze maatregelen met behulp en begrip van de gemeenschap zullen leiden tot een veiliger verkeer.